Helemaal geen zin in. Moeten we weer een half uur wachten tot iedereen hier is. Verder? Weet ik niet. Even de financiële update van gisteren. Lex, kan je even langs de tent lopen, Lex? Okay. Hoe gaat het met je tattoo eigenlijk? Dik. Jullie zijn niet getrouwd, hè? Nee. Ja, zie ik wel. Ja. We hebben er nog een pak van 24 van, hè? We hebben er nog een pak van. Buiten die... Ja, buiten de schaal om. Heftig. Nou, dan moeten maar... Hallo, gegroet. Een hele hoop mensen liefde aan elkaar gaan verklaren, of niet? Ja. Heb jij iemand op het oog? Nee, trouwens. Volgens mij... Oh, dat... Van gisteren. Ja. Meer. Ik heb nog een hele mand vol met lollies. Wilt er iemand een lolly? Hier. Lekker aan de lolly. Nee. Wat smaak is dat? Het is rode. Ja, vind ik wel lekker. Ja. Ja. Dankjewel. Wil je er ook een? Sweet. Sugar. Candy man. Shell. Kom je ook, Shell? Yeah. Wat? Nee. Oké. Oh, wow. Nou, weer een dikke middelvinger naar je, joh. Van twee en vier. Ja, de wereld is plat. Daar wil ik sowieso eventjes mee beginnen. En dat zou ik ook eventjes... Essence. Ga dit nou niet aanwakkeren. Nou, de wereld is plat met een muur eromheen. En dat is de Chinese muur. Daarom is er nooit iemand afgevallen. Van je hele zijn, dan zou ik de hele dag zo staan. Ik heb wel selfies Hij draait ook niet. Port is allemaal terug. Allemaal jassen. Gezien. Zit echt twee kanten aan. Is dat A-spiegel. Een wondje op mijn schoen. Ja, van die schoen. Niet anders, toch? Oké. Okay. Jullie zitten daar maar luisteren wel? Nou, gisteren, Love's Love. Ja! Ja. Voordat ik het financiële gedeelte doe, wil je eerst nog wat over zeggen? Ja. De aarde is plat. De aarde is plat, maar dat terzijde. Gisteren is natuurlijk het Love's Love Festival. Heeft die plaatsgevonden op het Utopia terrein. Niet op het evenemententerrein, maar lekker gewoon op het strand en op het grasveld. Wat er heeft voor gezorgd dat het gewoon lekker knus en gezellig was. Ding! Ik ben echt super blij dat we als Utopia zijnde gewoon echt een hele mooie boodschap naar buiten hebben kunnen dragen. Dat het totaal niet uitmaakt van wie je houdt. Je bent er, je mag er zijn. En voel je vooral welkom. Niet alleen hier in Utopia, maar ook gewoon in je omgeving en dan gewoon verderop. En ja, ik ben echt super blij dat we dit festival hebben kunnen neerzetten. Dus echt. En het was een fantastische avond. Ja. En het publiek was super leuk. Was geweldig. Echt. Fantastisch publiek. Was andere mensen echt. Ook. Ja. Ja, hè? Ja. Heel leuk. Dat is wel leuk, want ik was in eerste instantie wel een beetje. Een beetje bang dat hè, de standaard mensen weer een beetje zouden komen. Ja. Onze, gewoon onze vaste bezoekers enzovoort. Ja, maar dat er iets mis mee is, maar... Nee, nee. Maar... Het heeft ook echt nieuwe mensen. Ja. Heel veel nieuwe mensen. Ja. Dat is wel leuk. Echt gaaf. Aankleding van het terrein was echt amazing. Artiesten, I love it.
ledlampjes, jongens, ledlampjes. Oh. Ja. Mensen kwamen ook echt binnen en die stonden echt zo naar die keuken kijken. Oh. Ja. Oh. Ik had toen van Laura en van Charlotte had ik begrepen dat je het kruis wat op de kerk was van 12 meter, die zag je vanaf de andere kant van de poorten, waar wij nooit staan. Oh. Dus dat is dan ook wel heel leuk om te horen, weet je, dat je me al vanaf ver af al kan zien. Dus ja, ik ben echt heel erg blij dat we dit allemaal hebben kunnen uitstralen. Ja. Jee. Nou! Jessie. Ja, ik wou het zeggen, maar laat maar zitten. Oh. Laten we maar gelijk overgaan naar het resultaat. Nou, vanochtend... Vanochtend. Vanochtend gemaakt. Vanochtend. Ook eentje? Yes, er is het een en ander misgegaan. Vanochtend bij het munten in de bakken doen zijn de munten van de snacks terechtgekomen tussen de munten van de bar. Dus het is niet echt heel erg goed in te schatten wat er nou uiteindelijk van de snacks is geweest en wat er van de bar is. Dat is niet het enige. De pin is ook naar de merchandise gegaan en daar zit ook geen onderscheid tussen. Dus daar hebben we ook een inschatting van moeten maken. Dus op basis van een aardige inschatting, waarbij dus eigenlijk alleen maar de inkoop dan iets zou variëren van afhankelijk van zou het bij de bar zijn of zou het bij de merchandise zijn. En het ging maar om een paar honderd euro, toch, Jens? Ja. Komen we uit op 4076 euro. 85 cent. Lekker! Dus dat is heel mooi. Super gaaf. Ja. Lekker, 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 lekker. Kijk, zat er. En een hele hoop lollies. Ja. Ja. We hebben nog heel veel lollies over. Bloos poes. Een mand vol en een... Handvol. En een landvol. Geen handvol, maar een land. Nee, eigenlijk. Ik zal het hier neerleggen. Dan kunnen mensen die er even naar kijken. Ik leg er eentje bij Andrea en Dylan neer. Ja. Ik kan me namelijk ook anders hier voorstellen dat jullie er even goed in willen kijken. Mensen van de Penti. Maris, wil jij mijn ijzerdraadje even knippen? Ja. Nee joh, dat doe ik niet. Hij schuurt aan mijn tong. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, maar dan ga je dan maar de tandarts bellen. Maar hij schuurt. Hij Ja, precies. Ik zie goede cijfers. Ja, dus, ik hoop dat de binnenlandse dingen niet meegenomen worden. Doe jij nou met te lachen? Wat? Als ze ja. Erin meegenomen, exclusief pin. Ja. Nou, het is... Wil je hem hebben? Nee, ik... Het is in ieder geval compleet gemaakt voor zover ik weet dat het compleet is. Oké. Okay. Er zijn geen overgegroepen waarvan je het niet af heeft. No. Nee. Alweer? Alweer?